vandaag wat superleuks doen. Namelijk cakejes bakken. En ik denk dat het heel leuk wordt. Maar vonden jullie mijn intro leuk in de vorige video? Geef dan een duimpje omhoog. En als je hem niet leuk vindt, geef dan ook gewoon een duimpje omhoog. Als je die video dan leuk vindt. En ook als je het niet leuk vindt. Gewoon duim omhoog klikken. En ook abonneren. En voor de cakejes bakken heb je nodig beslag, een kom, bijen met mini-spekjes, boter en wat wij willen hebben, een versiering waar je mee kan schrijven, waar je nog een keer mee kan schrijven, gekleurde bakjes, kleurstoffen die ik ook in een video met cola had gebruikt, met dat bord en melk, die kleurstof en glazuur, witte glazuur. Dat hebben wij. Daar staat waar de cakejes op kunnen en daar staat de mixer voor de kom om boter te zacht te maken. Dat heb je er allemaal voor nodig. En dan denk ik dat we gewoon lekker gaan beginnen. Toppie! Nou, voordat we gaan beginnen, hebben we eerst even twee eitjes gehaald. En 100 milliliter melk. En we hebben deze alvast met deze dingen klaargezet. En dat moet op stand 1. En nu gaan we ten eerste deze erin doen. Oeh, het is niet zoveel dan ik dacht. Maar ik ga even de schaap erbij pakken. Zo. Hop. Moet het heel voorzichtig doen, anders komt alle poeder door heel het huis. Alles is eruit. Recht en lief op de grond. Als jullie dit thuis ook gaan doen, dan doe je ten eerste je handen wassen. Want dat heb ik ook gedaan. Mijn handen ruiken heel lekker. Maar dan gaan we nu gewoon weer verder. Volgens mij even nadenken. Moet nu de boter. Ja, dat is goed. En dan ga ik eerst op de verpakking. Ja, boter moet erbij. Melk bedoel ik. Alles kan erbij. Volgens mij. Zo. Dat zit erbij en... dan moet de boter. Wacht. Gaat het niet. Toch wel. Het gaat het ijs er toch wel uit. De eitjes. Dit eitje is helemaal leeg. Ik heb het licht even aangedaan, zodat ik anders even kan zien of dat er eierschil bij zit. En nu op naar het volgende ei. Dat was het ei. Zit er eierschil bij? Nee. En nu kneden maar. Oh. Eerst.
Ik ga eerst even kneden omdat ik het zo lekker vind. En daarna ga ik met de mixer. Dus nu moet ik nog eventjes. Zo. Vinden jullie leuk om koekjes te bakken of cakejes te bakken of andere dingen te bakken? Als jullie dat leuk vinden, geef dan ook deze video een duimpje omhoog. Nou ja, ik denk dat ik nu even mijn hand ga wassen. Nu gaan we de mixer doen. Opstaand. Eerst erin. Vinden jullie het ook zo lekker om dan een beetje beslag van de lepel af te halen en dan lekker. Maar niet te veel, want er zitten rauwe eieren doorheen. Maar ik probeer hem niet dus eraf te halen. Lekker. Ik ga nu even twee lepels pakken. Dat heb ik dus gedaan. En dan ga ik scheppen in de bakjes, want ik wil kleurtjes erbij. En dat ga ik nu lekker doen. Alle bakjes zijn gevuld zoals je ziet. En dan gaat nu de kleurstof erbij. En dan hoor je weer tik, tik, tik. Nu zet ik deze even aan de kant, dan de blauwe. De blauwe is ook klaar. Nu. Eerst al kleuren eruit halen. Dat is groen. En dat is geel. Dat is roze. Dat is paars. En dat is blauw. En dan pakken we eerst het eerste bakje.
12 bakjes klaarstaan. En dan ga ik verschillende kleuren in doen. Eerst begin ik met de blauwe. En die doe ik ook echt bij de blauwe. Ik heb besloten dat ik toch ga gieten. Veel trek in en die kleurtjes zien er leuk uit. Top. Ze gaan nu in de oven. Ze zijn namelijk klaar. En dan als de oven piep piep doet, dan gaan we ze opwikkelen. Wanneer wacht de eerste glazuur en spekjes en andere dingen. Nou, tot zo als de cakejes klaar zijn. A few moments later. We gaan nu alle cakejes versieren. Hier staan ze allemaal. Zien er heel mooi uit. We hebben ook een paar gewone. Dat hebben we ook. En we hebben daar nodig. Natuurlijk wat ik had laten zien, spekjes, waar je mee kan schrijven en natuurlijk glazuur. Dat heb je allemaal nodig. Dan ga ik nu beginnen met het eerste cakeje. Eerste glazuur. Je kan verschillende kleuren cakejes van glazuur kopen. En wat jullie lekker vinden op cakejes, moet je het ook thuis gaan doen, cakejes bakken. Het is super leuk. Alleen moet je wel 22 minuten wachten dat het oven klaar is. Dat moet alleen wel. En nu ga ik een cakeje versieren. Eerst de spekjes. Zo, dan misschien een beetje spekjes. Een beetje blauw schil. En dit is wel heel dun. Ik
hem zien. Ziet er heel lekker uit. Zo ziet hij eruit. Met dat blauwe spul. Allemaal dingen en spekjes. Met deze verpakking. Ziet er allemaal heel leuk uit. Dat was dan cakeje 1. Nu op naar cakeje 2. En dat wordt een gekleurde. Wacht, eerst de glas in. Glazuur gepakt. Ik heb net van mijn moeder gehoord dat deze twee wat dikker zijn. Kreeg ik net te horen. Dus daar kan ik mee schrijven. En nu? Probeer hem dus in mijn mond te krijgen. Het is gelukt! En nu? Probeer het nog een keer. Het is niet gelukt. Cakeje 2 is ook af. Cakeje 3 houden we. Zo. Cakeje 4 ook. Cakeje 5 niet. Daar gaan we even mooi mee schrijven. Ik ga nu de spekjes doen. Ik heb niks gepakt. En ik kan. Hopla. Nu pak ik het wel. Nu. Alleen. Oeh ja. Keetje. 6. Ziet er heel gezellig uit. Vlieg een tempo omhoog. Kijk maar. Geef een duimpje omhoog. Die is voor jullie. Zo, die bewaren we. Dan zijn de cakejes nu klaar en dan kunnen we ze nu opeten. Geef een duimpje omhoog. Ja, maar doe dat echt.